Ja, ja. Weer neem ik jullie mee. Antwerpen. Zo kom je nog eens ergens. Ik sta voor de tricks. Hier gaat zo meteen rapper Freddy Konings optreden. Hij is een tijdje off the radar geweest, maar hij is back. Full effect. We draaien. Hey! Je kan het navragen op de streets. Ik ben getrappen voor de mic. Ik move die pekjes met die white, de kleur van mijn Nike. Zij vindt dat nice. Ja. Hoe luisteren jullie naar rappers die zogen aan pushen, maar praten met chicks? Je hebt het all day in de studio, jij maakt niks mee, maar je praat over bricks. Oh, verkeerd. Oh nee, toch niet! Fuck! Alles goed, broeder? Lekker, man. Goed om je een keer te zien, jongen. We gaan knallen, hè, vandaag? Ja, zeker een vast knallen van maken. Let's go, man. Let's go. Laat me even hoesten. Ik weet nog tijd dat we pushten. Die kleine telly die ging zo snel was op de baan. Ik kon niet eens gaan douchen. Maar heb al mijn money nu geïnt. Wat is er aan de hand en waar zijn we, bro? We zijn vandaag in Antwerpen, Trix. Ik ga mijn eerste show geven terug. En ja, ik weet niet wat ik nog moet zeggen, man. Ben je zenuwachtig? Ik ben zeker zenuwachtig. Ja? Zeker en vast. Komt die druk nou vandaan gewoon omdat je wil gaan laten zien van hé, hey, je weet toch, we zijn back of zo? Of? Ik heb al eerder shows gedaan. Mijn shows zijn altijd wel gek geweest, zeg maar. Mensen weten wel van Freddy Konings doet wel gekke shows, dus ik wil niet onder gaan doen. Snap je wat ik bedoel? En komen er veel mensen vandaag? Het is een uitverkochte show wel. De zaal heeft een capaciteit van 550 man. Dus we komen wel... Beetje beuken? Ja, ja, zeker en vast, zeker en vast. Vroeg me ook af of je nog even wat bij mijn haarlijn kon doen, man. Dat is een, snel, snel. Dat is een dure capper wel, hè. Ja, oh, 20 euro's. Shit, man. Alleen contouren. Meer nummers, meer lopers. Moet in orde komen, kan niet hopen. Je bent altijd op de grandma show, maar die 25 kon je niet eens kopen. Kijk, jullie mannen noem ik... Kipski, hoe gaat het met je? Lekker, man. Lekker, man. Het is een speciale dag voor jou, of niet? Ja, man. Freddy is buiten. Zijn eerste show. Snap je, het meteen uitverkocht. Dat is wel enge shit, man. Ik kan me voorstellen dat het wel heel mooi is om een show te kunnen geven met je broer. Mm-hmm. Dat is al een paar keer gebeurd. Hij heeft een paar keer shows gehad. En hij heeft mij dan als voorprogramma gekozen, wat ik altijd heb gewaardeerd. Dat is mijn grote brada, snap je? Shit is familie gewoon. En om dat samen te kunnen doen, is anders, man. Is anders. Even een klein tipje van de sluier geven. Wat komt er allemaal aan? Ik hoor albums, ik hoor singles, ik hoor dit, clips, bla. Freddy komt nog een keer langs. What the fuck, man? Wat gaat er allemaal gebeuren? Op het moment... Ik ga niet te veel zeggen op het moment. Zeg iets, man. Gewoon, ja, komen er gewoon singles aan, man. Nieuwe singles, nieuwe heat. Kunnen veel verwachten. We gaan terug gewoon lawaai maken. Ik vroeg net aan je brada van, wat verwacht je van de show? Hij zegt tegen me van, ik hoop dat het gewoon losgaat en dat een paar mensen hun benen breken. Wat is voor jou echt een dikke show? Wat ga je zo meteen neerzetten? Man, ik wil heel die shit zien springen. Je gaat stage diven? Misschien. Ja of nee, ja of nee, ja of nee. Hangt af van hoe die vibe is daar zo. Maar uit ervaring, kan wel, man. Ik ben benieuwd, man. Ik hoop dat je ervoor gaat, man. Denk, bro. We gaan het zo meteen zien. Is goed. Ah, tot ziens. Hij is cool, top, man. Dubbel L, maar ik doe niet aan L's. Plak twee L's aan elkaar, dat wordt de W van winnen. Dat had je niet door. Doelgericht, dus ben ik op het veld. Is het logisch dat Mul zo negen scoort. Hey, wanna all the smoke, maar ik kon niet aan. Alsof hij had meegesmoked. Oké, okay, Freddy Konings in Antwerpen. Als allereerst bedankt voor de gastvrijheid, jongen. Dankjewel om te komen, bro. Appreciate it. Ja, moet je eerlijk zeggen, bij mij ben je een beetje op de kaart gekomen sinds de 101. Van Zwangere Gida zag ik jou en toen kwam ik daar voor het eerste op. Maar helemaal terug naar het begin, hoe ben jij begonnen met rappen? Hoe is dat voor jou ontstaan? Waarom dacht jij van ik ga rapper worden? Eerlijk gezegd, omdat ik juist ik zag een tekort in België gewoon, snap je? Ik zag elke weekend bijvoorbeeld hoe Nederlandse artiesten onze clubs kwamen overnemen, hoe Nederlandse artiesten Belgische radiozenders kwamen overnemen. En ik heb zoiets van, met al die talent die wij hier hebben, ik vind we moeten onze eigen... Wij zijn geen speeltuin, snap je wat ik bedoel? Voor Nederland, like... Kunnen wij niet ons eigen ding doen, snap je wat ik bedoel? Dus zo ben ik er een beetje ook ingerold, vind ik. Snap je wat ik bedoel? Was het altijd al wel freestyle of was je altijd al met muziek bezig? Want je broertje vertelde dat jullie uit een heel muzikaal gezin kwamen, ja, bijvoorbeeld. Mijn vader is wel heel muzikaal ook. Snap je? Hij maakte ook muziek. Rap? Ja, ook rap. Maar hij zong ook meer, snap je? Mm. En hij had al zijn eerste cd's en zo, snap je? En jij weet, als oudste zoon kijkt je automatisch op naar je vader, snap je? En mijn kleine broer, als jongere broer, krijgt je altijd op naar je grote broer, snap je? En zo blijft die treintje gewoon gaan. Je bent denk ik een voorbeeld voor andere Belgische artiesten die omhoog willen komen. Maar natuurlijk ook voor je broertje. Op welke manier begeleid jij hem eigenlijk in de rapper worden? Of doet hij dat helemaal zelf? Of? Ik zeg u eerlijk, like, ik wil nooit dat mijn broertje wordt geaccepteerd. Omdat... Als een broertje van. Snap je? Dus ik heb altijd wel mijn broertje de... ruimte gegeven
om zijn eigen ding te doen, snap je? Zodat hij niet op blikken komt en wordt gezien als broertje van, snap je? Dat is Milson. Ja. Je hebt twee broertjes, je vertelt over je vader. Hoe was het voor jou eigenlijk om op te groeien en waar ben je precies opgegroeid? Ik ben eigenlijk geboren in Liberia, zeg maar. Maar door die burgeroorlog daar ben ik op 5 à 6-jarige leeftijd naar België gekomen. Ben ik hier in Borgerhout terechtgekomen, snap je? Dus eigenlijk een soort van gevlucht of zoiets, ja, in die richting? Eigenlijk wel. Dus ja. Ja, hoe zou ik het zeggen, bro? Het was struggle in het begin. Het is best heftig, man. Kan je daar nog wat van herinneren? Of, Ik herinner me er nog veel van, maar je weet, we gaan niet te diep in details. Maar ja, het is eind van dag, weet je, ik ben blij dat ik zulke momenten heb meegemaakt. Snap je? Zo apprecieert je ook de momenten van nu veel harder, omdat je weet van waar wij komen. Het is bijna een wonder dat ik hier mag staan, een uitverkochte show, et cetera. Para TV die helemaal van Nederland komt naar hier, snap je? Ja, het is niet vanzelfsprekend, snap je? Zo waardeert je je blessings wel veel harder. Ja. Ik zag dat ook bij die 101, dat met Zwanger Hier, dat is een soort van groepje. Een groepje, is dat echt een soort van rapgroep of hoe is die hele klik eigenlijk? Met Zwanger? Ja. Nee bro, eerlijk, Zwanger is gewoon zeg maar... Zo'n grote speler in de Belgische scene, snap je wat ik bedoel? En eerlijk, zoals jij mij hebt gevonden via hem, snap je? Had hij mij ook gewoon gevonden op Spotify, hebben wij zo gelinkt. Zijn we uiteindelijk matties geworden. En vroeg... jullie uit dezelfde hoed allemaal komen of zo? Nee broer, hij komt helemaal van Brussel, broer. Hij komt helemaal van de andere kant, snap je? Maar ja, gewoon love, snap je? Dat hij zeg maar toch vanuit een bepaalde hoogte nog steeds wel omlaag keek om te zien, hey, welke talentjes kan ik daar plukken, snap je? Er zijn niet veel mensen die zeg maar achter zich kijken eens dat die vooruit gaan, snap je? Okay. Dus ik moet daar wel mijn respect voor geven, eerlijk gezegd. Ik zal morgen niet meer zijn. Ik had mijn mama dan verlossen van de pijn. Dagen niet geslapen, ik was te druk op de kraan. En ik wil stoppen, maar ik doe dit voor de fam. Want ik... Je bent een tijdje off the radar geweest. Kan je daar iets over vertellen? Ik weet het niet. Waar was je? Waar ik was? Vakantie, broer. All-inclusive. Ik was een all-inclusive vakantie, verblijf, hotel, alles gratis. Ik moet ook gaan, bro. Ik word helemaal grijs hier, bro. Jij wilt niet gaan, broer. Jij wilt niet gaan naar die vakantie, bro. Maar ja, broer, jij weet, we komen er sterker uit, snap je wat ik bedoel? Wat gezegend is, kun je niet breken, snap je wat ik bedoel? Dus ja, en wat je niet doods, gaat je alleen maar sterker maken. Dus hier staan we dan, snap je? Ik ben heel erg benieuwd wat de toekomst voor je gaat brengen. Je gaat sowieso deze show rocken. Ik verwacht sowieso nog wel een paar albums en een paar dikke clips. En ik denk dat je gewoon België nog meer op de kaart moet zetten. Zeker en vast, ga ik zeker en vast doen. Hey, let's go, man. Let's go. Dankjewel. Om me heen. Als blauw me morgen catcht met die stek heb ik problemen. Maar raar genoeg vind ik mijn rust met die vier muren om me heen. Stel ik zou de morgen niet meer zijn. Ik had mijn mama dan verlossen van de pijn. Dagen niet geslapen, ik was te druk op de kraan. En ik wil wel stoppen, maar ik... Ja, jongens, jullie hebben het gezien. Para XBE. België was aan. Freddy Konings is hier een show aan het rocken. En dat gaat nog wel even door. Ik hoop dat je het leuk vindt. Dat was het, jongens. Later!